Opera Viva zoekt solozangers en instrumentalisten. Na een geslaagd Opera Viva Festival dit jaar, komt er ook volgend jaar een vervolg. Het festival zal dan plaatsvinden van 28 tot en met 31 maart. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Calla Regina. Het Opera Viva Festival van Woerden. Volgend jaar. Ja, volgende jaar. En We hebben een hele succesvolle editie gehad. En, en nu gaan we gaan voor de tweede editie van onze festival. Wat gaat het festival inhouden? Het festival heeft verschillende uh, optredens. Uh, we hebben een uh, um, professionele uh, reeks van voorstellingen. En dan we hebben we ook amateurvoorstellingen. Inmiddels hebben wij ook randprogrammering en kinderenconcerten en workshops. Je zegt randprogrammering, wat bedoel je daarmee? Eh, we hebben theeconcerten, lunchconcerten en die worden eh, zeg maar, georganiseerd voor de hele festival. Het festival begint om 28 maart eh, en het gaat verder voor vier dagen. Het is alleen maar opera, hè? Nou, het is opera en uh, in het algemeen uh, muziektheater, dus het uh, theater die met muziek te maken heeft. Uh, we hebben uh, uh, professionele voorstellingen en amateurvoorstellingen en in het kader van de amateurvoorstelling hebben wij ook een muziektheatervoorstelling uh, die in het, de kelder van het kasteel wordt uh, vertolkt. Wie gaat daar aan meedoen? Uh, nou, dat is een goede vraag, <laughs> lange vraag. <laughs> um, en natuurlijk, ik ga niet zo veel in de details gaan, omdat het moet wel een verrassing uh, blijven. Maar uh, uh, voor de uh, professionele voorstelling, wij beginnen met een uh, sensationeel act die uh, zeg maar. Buiten de theater wordt gedaan, dus uh, in de mooie water van Woerder. Uh, en uh, daarna hebben wij die opening van het festival uh, met de La Serva Padrona, dat is de Dat ben ik niet. Iemand anders. Uh, die wordt in uh, Ridderzaal van het, het kasteel gedaan uh, door professionele uh, muzikanten en een hele mooie acteur. Uh, ook een bekende acteur. Uh, Daarbij openen. En we gaan verder uh, met uh, onze amateurvoorstelling op zondag. Uh, dit jaar het heet Woerden zingt de opera. Duidelijk toch? En, uh, uh, en dan we gaan we verder met die uh, muziektheatervoorstellingen... in, in uh, het kelder van het kasteel. Uh, alleen maar in stem. En dan sluiten wij af met uh, een hele mooie stand-up opera-voorstelling. Uh, die heet What the Gluck En het uh, is een. Uh, als het goed is in de Rietheater. Oh, wat leuk, wat interessant. Waarom een festival in Woerden? Nou, de idee zou zijn om Woerden als een soort van operastaat te profileren, uh, muziekstaat te profileren. Uh, Woerden is wel een uh, plek waar uh, veel gebeurt uh, op cultureel gebied. Dus wij dachten, uh, wij hebben een traditie uh, met onze amateurgezelschap van opera. Waarom niet een festival organiseren met verschillende opera, professionele operavoorstellingen, maar ook amateurvoorstellingen en een concertje op het gebied van. Opera en ook mensen hier laten komen, niet alleen voor de opera, maar om te genieten van wat Woerden te bieden heeft: in het kader van kaasproeven, um, fietsen rondleiden, uh, wandelingen. Woerden is zo mooi en uh, ik hoop dat mensen van alle streken, maar van alle, landen van Europa, hier komen om uh, uh, van de opera te genieten, maar ook van de stad. Woon jij in Woerden? Nou, ik woon zelf in Amsterdam, maar uh, ik ben hier gekomen uh, bijna 14 jaar geleden om uh, met uh, een opera-gezelschap te beginnen. En uh, nou, dat heb ik hier met veel plezier gedaan. Uh, ik vind woorden uh, wel veel vergelijkbaar aan mijn eigen uh, geboorte stad, Bitonto in Italië. Uh, het is een klein stadje met uh, veel uh, cultuur, monumenten, een mooi kasteel uh, en uh, vooral prachtig mensen. Jullie zoeken volgens mij nog mensen, die zeggen je zangers, uh, instrumentalisten. Ja. Klopt dat? Ja, zeker. Um, uh, uh, net als ik heb gezegd, we hebben professionele voorstellingen, die komen natuurlijk van. Uh, uh, nee. Van de hele Nederland. Maar uh, wij hebben, uh, onze, ook onze missie is om hier met de amateurs die hier en in de omgeving van Woerden uh, werken, ook iets te doen. Dus uh, uh, we hebben dit jaar twee amateurvoorstellingen. Uh, Eén is Woerden zingt Overa uh, en die andere is Alleen maar een stem. En uh, om 16 november in Annex uh, Cinematheater Theater, uh, wij organiseren audities voor solisten, uh, muzikanten en zangers die willen graag schitteren in onze twee amateurs voorstelling en uh, uh, mensen kunnen gewoon zich gaan melden uh, ze komen op de auditie en dan we gaan even kijken uh, welke voorstelling past en waar zijn natuurlijk de mogelijkheden uh, woorden zingt opera gaat natuurlijk over opera dus hele woorden en ook gastkoren, gasten ensembles komen bij ons om opera te zingen en alleen maar stem is meer een uh, sociaal maatschappelijk uh, muziektheater project, waar uh, solo muzikanten en solozangers uh, worden gekoppeld aan uh, mensen met een verhaal. Dus mooie verhaal, treurige verhaal, happy verhaal. Dus uh, die verhalen van gewone mensen worden gekoppeld aan solozang. En natuurlijk, oh, en, en muziek natuurlijk. En daar zoeken wij mensen. Dus uh, je bent ook van harte welkom 16 november uh, in Annex om audities te doen. En natuurlijk Iedereen die kijkt. Ja, jij zegt het nu zo makkelijk, maar je weet helemaal niet of ik kan zingen, ja of nee. Maar daarom hebben wij auditie voor. Maar ja goed, als je jezelf opgeeft, dan denk je toch zelf denken wel dat je het zou kunnen of niet? Nou, we hebben wel, weet je, mensen gaan gewoon aanmelden. En wij, voor deze projecten natuurlijk, verwachten wij een, uh, ja, een, uh, een, een, een niveau, zeg maar. Maar um, we zijn ook aan het zoeken om onze vaste Opera Viva Festival uit te breiden. En daar hoef je niet auditie te doen. Um, uh, voor Woerden Opera natuurlijk hebben wij een koor en daar zoeken wij meer uh, leden en uh, um, de, je volgt een traject en dan je wordt gewoon uh, uh, je wordt een deel van de van de core en dan je gaat gewoon een voertuig zingt opera doen uh, natuurlijk hebben wij alle informatie hè. dit is een klein beetje uh, tipje van de sluier maar uh, we hebben alle informatie op uh, onze website en uh, onze mensen zijn gewoon staan, uh, klaar om uh, aan het woord te staan voor uh, verder informatie Iedereen die als zanger of instrumentbespeler mee wil doen aan het festival, kan zich opgeven voor de audities. Deze worden gehouden op zaterdag 16 november vanaf 1 uur in Annex Cinema.